President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren in verband met Chinees nieuwjaar een toespraak gehouden. Het staatshoofd zei dat bij dit feest er eerbetoon wordt gebracht aan de familie, de levenden en de doden en aan de rijke tradities van het verleden. De Chinezen zijn gewend naar huis te reizen om dit feest te vieren met hun familie, maar dat kon dit jaar vanwege de beperkingen van COVID niet. Het jaar 2022 staat in het teken van de tijger. De tijger is het derde dier in de 12-jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. De tijger heeft een aantal positieve eigenschappen die wij zeker moeten meenemen als samenleving. Hierbij kunnen we denken aan kracht, het uitdrijven van kwaad en het tonen van dapperheid. Ik spreek dan ook de wens uit dat we allen deze pandemie zullen kunnen verslaan, maar ook samenwerken aan herstel van ons geliefd land. En we zijn goed op weg om zodoende samen de eigenschappen van de tijger in te zetten in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn voor ons volk en onze geliefde natie. Daarom gaan we samen vol moed en motivatie dit nieuwe jaar in. Maar we gaan er ook samen aan werken om de eigenschappen te behouden van ons geliefde natie. De president geeft verder aan dat de Chinezen niet alleen een grote rol in de sociaal-economische ontwikkeling spelen, maar ook in onze harmonieuze multiculturele samenleving. En net als van alle andere bevolkingsgroepen genieten we ook van de Chinese cultuur, het eten en hun vriendschap. Met hun land van afkomst, de Volksrepubliek China, heeft Suriname daar ook een historische band en een lange vriendschap die heeft geleid tot goede bilaterale samenwerkingen. Suriname houdt daarom vast aan de één China-beleid en deze blijven we ondersteunen. Door de jaren heen is op verschillende gebieden samengewerkt. We kunnen onder andere opsommen de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, training en capaciteitsversterking, gemeenschapsontwikkeling, financiën, cultuur en handel. We gaan blijven samenwerken en daarom ben ik blij dat het jaar van de tijger is, want tijgers zijn ambitieus. En dat hebben we nu juist nodig in ons geliefd Suriname. President Santokhi hoopt met een goed investeringsbeleid meer Chinese ondernemingen aan te trekken om in Suriname te investeren.